Ja, dit is een beetje een overzichtje. Nou, de foto's die zijn gemaakt en ik heb deze make-up look. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en ik zit wel lekker met mijn koffie. En daarna gewoon even gechilled en de scène doorgenomen, dus was heel erg leuk. Goedemorgen, vandaag is het donderdag en ik heb iets heel erg leuks op de planning staan. Ik ga namelijk naar Duivendrecht zometeen, want ik moet naar de Animal Studios voor een opdracht voor GTST. En dat vind ik echt heel leuk, want ik kijk al wel, nou ik denk wel 15 jaar goede tijden. Dus ik vind het heel leuk dat ik nu alles van binnen mag meemaken en een klein edelfiguratierolletje heb gekregen. En ik ben nu eventjes mijn outfits aan het uitzoeken. Ik moet zelf mijn eigen outfits meenemen. Ja, dit is een beetje een overzichtje. Het zijn eigenlijk allemaal uitgaan outfits. Ik kan natuurlijk nog niet echt zeggen wat de bedoeling is. Maar zodra het op tv komt, dan laat ik het zeker even weten. Maar ik heb heel veel zin in. Ik ben heel benieuwd. Vandaag gaan we foto's maken, want we hebben foto's nodig. En dan is volgende week vrijdag de draaidag pas. Maar ik neem nu alvast de kleding mee, zodat ik dat volgende week niet meer hoef te doen. Want dan weten we gewoon welke looks we gaan gebruiken. Dus ik ga zo meteen naar Duivendrecht. Ga ik eerst getest worden. En want de fotografie is best wel close allemaal. Dus dan is het natuurlijk wel fijn als je weet dat je geen corona hebt. Dus eerst getest, dan ga ik in de haar en make-up. En dan gaan we foto's schieten. Ik heb geen idee hoe lang het gaat duren. Maar ja, we gaan het zien. Ik ben heel benieuwd. Ik heb er heel veel zin in. Ik vind het echt leuk. Het is wel iets wat ik al lang wilde. Ik hoopte ooit wel een klein rolletje in goede tijd. Het is natuurlijk, het is dan niet heel veel voor hoor. Maar ik vind het wel heel leuk. Het is wel gewoon een edelrol. Dus er wordt wel echt in geacteerd. Ik heb geen tekst, maar wel veel spel. Dus dat is echt super leuk. En ja, ik ga even kijken. Net een uurtje denk ik ga ik weg. En ik ga even mijn spullen inpakken. En koffie drinken. En dan met de trein. Nou, de foto's die zijn gemaakt en ik heb deze make-up look. We gingen voor een beetje een ordy look, want de rol die ik heb die is een tikkeltje ordinair. Dus ik vond het wel goed matchen bij deze make-up en haar look. Ik heb krullen en een hoog knotje in. En het was echt super leuk. Ik kon natuurlijk niks filmen verder daar. En ik mag ook verder niet vertellen wat voor rol ik krijg. Het is een kleine gastrol, maar heel erg leuk om een kijkje te krijgen, zeg maar, daar op set. En ik ben heel erg benieuwd. Volgende week vrijdag is dan de draaidag. We hebben vandaag eigenlijk alleen foto's gemaakt. En die worden dan gebruikt in de scène. Dus dat viel heel erg mee. Het was niet zo heel lang. Het is nu 3:15 bijna. En ik was hier om 12:30. En ik was negatief getest uiteraard. Anders werd het een beetje lastig om zo dichtbij foto's te maken. Dus dat wordt allemaal heel erg goed geregeld op set. En ja, ik ga nu weer onderweg naar de trein richting Breda. En ik ben benieuwd hoe het volgende week gaat zijn. Dus ik hou jullie op de hoogte. En de uitzenddatum is 13 april trouwens. Dat weet ik al wel. Dus ik verklap verder niks. Maar dan kun je me zien in GTST. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. En ik zit al lekker met mijn kopje koffie. Ik heb trouwens laatst een Nespresso pakket gekregen, want ik had een nieuw koffiezetapparaat gekocht. En daarbij zat een aanbieding 100 cups voor 5 euro. Dus ik ben ze allemaal aan het uittesten. En ik hou dat maar bij met een lijstje van hoe ik de koffies vind. En dan ga ik kijken welke ik lekkers vind, zodat ik die in het vervolg kan kopen. Maar goed, het is vandaag dus vrijdag en ik zit klaar om straks naar de trein te lopen. En dan ga ik naar Duivendrecht voor de opnames van GTST. En ik heb er heel veel zin in. Ik ben heel benieuwd. Vorige keer was dus fotografie en vandaag zijn er echt opnamedagen. Het is niet zo lang. Ik denk dat ik, volgens mij moet ik 2 à 3 uurtjes aanwezig zijn. Dus het valt wel mee. En ik ga dan eerst in de haar en make-up en kleding. En ja, dan gaan we naar de set. Dus
ik ben benieuwd. We gaan het zien vanmiddag. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Echt leuk om gewoon überhaupt weer klussen en dan helemaal vergeten is. Want ik kijk het echt op heel mijn leven. Mijn halve leven. Maar allemaal wel heel lang in ieder geval. Dus super leuk. En ja, natuurlijk helaas kan ik niet filmen op set. Vind ik echt jammer. Het lijkt me echt leuk om gewoon allemaal backstage dingen te laten zien. Maar ja, dat kan niet helaas. Dus ik ga het gewoon vertellen hoe het was. En ja, ik hoop dat het een beetje net zo leuk is. Nou, ik ben alweer thuis zoals je ziet. Mijn dag bij GTS zit er alweer op en het was super leuk ten eerste. Het was echt heel kort, maar ik was er om 10:30 en om 1:00 ging ik weer weg. Eerst even omgekleed in deze outfit, ik laat het hier even zien. En ja, ik kan natuurlijk niks over de scène verder vertellen, maar goed, ik kwam omgekleed en in haar make-up gegaan. En daarna gewoon nog even gechilled en de scène doorgenomen, dus... Het was heel erg leuk en het was echt heel kort. Het stond er letterlijk binnen 2 takes op. Het duurde misschien 1 kwartier. Inclusief repetitie en alles. Dus ja, het stelde echt niet veel voor. Maar het was gewoon wel heel erg leuk om te doen. En ja, ik vind dat sowieso zeg maar, het leuke bij mijn werk. Dat je elke keer weer nieuwe mensen ontmoet en op nieuwe plekken komt. En ja, het is elke keer weer iets anders. En nu was het ook gewoon met een heel leuk gezellig team. En daarna nog even samen geluncht lekker. Dus dat was ook heel erg gezellig. En ja, toen was ik weer naar huis gegaan. Dus het was echt een korte opnamedag. Het was vooral ja, heel erg leuk eigenlijk. Het was niet geen lastig, ik had geen tekst of zo. Dus dat maakt het alweer wat makkelijker. Want tekst en ik, die gaan niet zo goed samen. Ik ben altijd zenuwachtig met tekst. Als ik echt een lap tekst krijg of zo, dan... krijg ik echt een blackout, dan weet ik het gewoon niet meer. Dus dit was heel erg chill. Nee, op zich, als ik niet zenuwachtig ben, gaat het wel goed hoor. Maar heel vaak, bijvoorbeeld voor auditie of iets, als ik dan echt van die lappe tekst krijg, ja, dat gaat echt niet goed. Dan ben ik veel te zenuwachtig, dan vergeet ik echt in 1 klap gewoon alles. Het is echt super stom. Maar ja, dat oefening maakt kunst, denk ik. Dus ik denk dat ik het gewoon vaker moet doen en dan zal het wel zelf wel een keertje gewoon makkelijk gaan. Maar ja, dat was een heel leuke dag en nu is het lekker weekend, dus ik ga lekker weekend vieren en ook ja, niet echt meer filmen denk ik. Ik film weer als er weer werk is, dus dat vind ik wel een goede oplossing. Misschien volgende week weer even als het weer wat drukker is met werk. We gaan het zien, ik ben benieuwd. Volgens mij heb ik wel wat dingetjes staan, maar niet al te veel. Maar goed, anders dan zien jullie het wel voorbij komen in de video.